Zover waren we net ook. Een start gevallen. Eerste band is goed weg, tweede band is redelijk weg. En in de tweede band staat ook de favoriet, maar die is dan wel weer goed weg in dat tweede band. Het is vooral Viva Don Bosco die nogal tegen de hand vecht en die begint als laatste. En zo gaan de paarden op weg naar de eerste bocht. Leiding is genomen door Umina Yumi. Umina Yumi leidt. Op de tweede plaats is het Yurikana Dream met Erwin Bots. Die gaat aan de buitenkant nu naast de leider komen. Wil de leiding graag overnemen. Daarachter ligt Tanika de Boulay en daarachter is het Urzil d'Ortige. Dan valt er een gaatje naar plaats 5 en dat is Felicia de Mee. Jan van Dooijenwet wilde graag van kop af, maar ligt 5e. Daar is toch iets misgegaan en zo gaan de paarden de rechte lijn voor de tribune met nog 2 ronden te gaan. Leiding is daar overgenomen door Yurikana Dream. Daarachter volgt Umina Yumi, dan Tanika de Boulay en daarachter Urzil d'Ortige. 5e is Felicia de Mee. Op de 6e plaats is het Ukraina Sea en daarachter volgt dan het nummer 8 van Uka de Clairlande. Dan Athena Doha, de favoriet, die ligt 2 na laatste. Voorlaatste is dan Urga de Cajo en de laatste plaats is voor Viva Don Bosco. Ze gaan de paarden de rechterbocht door en het tempo ligt vrij hoog. Het tempo wordt gemaakt door de nummer 4, Yurikana Dream. En die komt als eerste weer in de rechte lijn overzijde. Vlak daarachter is het Umina Yumi. En daarachter Tanika de Boulay, die wel wat harder wil, maar die heel mooi op de rug van Dion Tesla geparkeerd is door Rick Wester. Ze gaan de paarden de rechte lijn overzijde door. En zolang het tempo zo hoog blijft, zal Rick Ebbingen niet heel snel naar voren gaan. Hij zal even wachten tot het tempo wat naar beneden gaat. En anders kan hij altijd in de slotronde nog gaan. Denkt hij waarschijnlijk op dit moment, maar hij gaat nu naar het tweede spoor. Hij begint op te schuiven, dan zal er straks wat tempo vooraan naar beneden zijn gegaan. Want anders doet hij dat niet. En hij begint aan de buitenkant nu wat terrein goed te maken. Eén deelnemer gaat voor hem uit, gaat naar het tweede spoor. Dat is Felicia de Mee. Ze gaan de paarden de linkerbocht door. Yurikana Dream. Daarachter Umina Yumi aan de buitenzijde komt Felicia de Mee. En achter hem aan gaat Athena Doha. En daarachter volgen dan de andere paarden. Zo zijn de deelnemers weer in de rechte lijn voor de tribune. Als we straks de finish passeren, nog 1 volledige ronde te gaan. Yurikana Dream leidt aan de buitenzijde Felicia de Mee. En daarachter aan de relingzijde is het dan nog altijd Umina Yumi. De 4e plaats nu voor Athena Doha. Ebbingen kijkt al even over de schouder en ziet dat Urga de Cajo achter hem aankomt. Daarachter aan de relingzijde is het Tanika de Boulay. Ook aan de relingzijde ligt het Urzil d'Ortige. Viva Don Bosco gaat mee naar voren. En de laatste plaats is nu voor de nummer 8 Uka de Clairlande. Zo gaan de paarden de rechterbocht door. 800 meter te gaan nog. En Yurikana Dream leidt nog altijd. Felicia de Mee is dichterbij gekomen op een halve lengte ongeveer. Daarachter Umina Yumi. En daarachter in de wachtkamer Athena Doha. Mooier kun je er bijna niet in liggen. Dat is ook nog de favoriet van 1,20 €. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde door. Dus wacht op het moment dat Ebbingen de aanval gaat kiezen. Voorlopig doet hij dat nog niet, maar vanuit het achterveld komt ook nog niks. En zo gaan ze op weg naar de laatste bocht. Yurikana Dream, daar gaat hij. Athena Doha naar het derde spoor en die gaat nu in de aanval. Yurikana Dream, Athena Doha ligt meteen 2e, Felicia de Mee 3e, Umina Yumi 4e. En uit de start van het veld komt ook Viva Don Bosco naar voren en achter hem aan Uka de Clairlande. Zo zijn de paarden inmiddels halverwege de laatste bocht en het is overgenomen door Athena Doha. Athena Doha is de nieuwe leider. Daarachter op de 2e plaats nog altijd Yurikana Dream, staat onder druk van Umina Yumi. Daar komen de Belgen aan de buitenzijde, de nummers 8 en 10 en zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Athena Doha heeft duidelijk voorsprong genomen op de rest. Tanika de Boulay komt nu vrij, gaat door naar plaats 2. Het is Athena Doha die leidt. Athena Doha gaat hem makkelijk winnen. Strijd voor de plaatsen. Die is voor Tanika de Boulay. Plaats 3 is voor Umina Yumi. De 9, dan de 2 en dan de 3 voorlopig.